Een droom kwam woensdag uit voor gehandicapte teams van voetbalverenigingen in Breda en omgeving. Onder begeleiding van de voltallige selectie van NAC voetbalden 25 teams op het hoofdveld in het stadion. Teamplay at NAC, de stichting voor maatschappelijke projecten van de club, organiseerde voor de 10e keer een G-toernooi. De trainers van de Bredaanse club zorgden voor een eerlijk verloop van de wedstrijden.